Goedemorgen. Nou, het is nu 03:30. De wekker is zojuist gegaan en met een kleine 3 uur slaap gaan we er tegenaan vandaag. Goedemorgen, klaar voor dag 1. Zoals je hoort op de achtergrond zijn de studenten behoorlijk hun best aan doen om een goed sfeertje van te maken. Yes, klaar voor de start? Go! Hey Dave, hey, naast wie loop je nou? Naast jou, maar aan die kant. Ja? Daar hoor, de Bobby. Ja, ik vroeg me vanmiddag af van, hey, hoe zou dat voelen als je zeg maar de laatste bent van de Vierdaagse? Ik had alleen niet verwacht dat ik ook gelijk daad bij woord zou voegen, want wij zijn dus de laatste. Ja, de bezemwagen is op komst, hoorde ik net. Ja, de bezemwagen zit ons op de hielen. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Klaar voor dag 2. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ik ben gisteren heerlijk gemasseerd. Dus de benen voelen eigenlijk nog opvallend goed. Zo, even een korte pauze. En een pauze betekent ook de benen omhoog. Dat zal ik natuurlijk even demonstreren. Even voorbij komen. En zo ziet de pauze eruit hier. Tegen zo'n boom zitten is toch wel erg lekker even. Dan chillen. En dadelijk de laatste 18 kilometer. Oh, 18 kilometer maar. We zijn er zo. Zeg Dave, je bent de Vierdaagse aan het lopen. Wat heb jij nou weer? Super gezond. Goed bezig. Kijk, ik heb er ook één gekregen. Top, ik ga vaker met Dave lopen. We zijn er bijna. Eindelijk. Eindelijk. Ik ben helemaal kapot. Oh, wat een leuk moment. De finish. We hebben het gehaald. Dag 3. It's a wrap. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Dag 4. De laatste dag. We zijn er bijna. We snakken wel naar de finish. Deze jongens die worden nou steeds komen. Niet meer om 3 uur 's ochtends de wekker. En voornamelijk gewoon lekker om uitlopen. Genieten vandaag. Bijna. Nou eens even, wat gaat hier gebeuren? Wow. Dit mooie medaille voor de eerste keer. Proficiat. Bedankt! Hij is binnen.